Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Een nieuwe verkoopdag is aangebroken. We zijn onderweg richting België opnieuw. Jullie hebben de vorige video kunnen zien dat we bij Salon Roger waren in Maaseik. We willen ook wat Colorconics nog, hè? Zeker, die moeten we altijd voor inslaan. Klopt, die Kat 1 fonteinen van Original, die willen we zeker halen. Zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien, waren we bij, in Maaseik bij Salon Roger. Alleen waren we toen bij Zena en daar was het erg druk. Een hele lange wachttijd en daar wilden we niet meer op wachten. Moet je kijken wat een sfeertje, man. Het is lekker bewolkt, het is ook best wel vroeg nog. Ga je net als elk jaar, hè, bewolkt? Ja, man, het is echt heerlijk, man. Ik zweer het. We zijn op dit moment al voorbij de afslag Baarle. En we hebben geen controle gezien, hè? Nog niet. Nog niet, inderdaad. Het zou leuk zijn als die er staat. Daar rijdt wel wat. Maar dat is een veldwachter, denk ik. Nee. Maar politie of iets, we hebben nog niks gezien. En het lijkt mij dat, ja, als er een keer vuurwerkcontrole moet zijn, dat ze het nu doen. Maar ik denk dat die hier ergens zou moeten staan op deze weg. We hebben nog niks gezien, man. Is aan deze weg ook wel moeilijk, hè? Omdat maar... Ja, dat is die lange weg richting Baarle. En meeste, ik heb ooit gehoord dat hier wel een keer controle heeft gestaan vanwege vuurwerk. Maar niks te bekennen. Dus. Nee. Wij hebben eerst echt ook nog nooit controle gezien. Nee, in al die jaren. Maar misschien staan ze in België weer kentekens te controleren, zo weet ik veel. Ja, natuurlijk. En met zo'n busje gewoon er doorheen, weet je. Dat zou wel lachen zijn. Vorig jaar, nee, vorige keer deed ze het ook. Ja, dan noteren ze inderdaad de kentekens daar en dan aan de snelweg word je dan gewoon van de weg geplukt, omdat ze daar genoteerd zijn. We zijn in Baarle. De weergoden zijn helaas niet met ons, want het regent echt super hard. We zagen net één politieauto vlakbij hier, een Nederlandse. Net over de grens volgens mij. Ja, net over de grens. Die reed richting Nederland, althans richting Breda. Maar op zich is dat niet heel raar, want die kunnen hier natuurlijk ook wel. Nee, rijden. Ik heb ze wel eens eerder gezien hoor, maar kijk, en zoals je hier kan zien, zie ik ook niet echt. Het is tot nu toe rustig. Ik ben nog nooit rond deze tijd hier geweest. Nee, het is ook rustig hier, man. Heel bizar. Kijk, hier rechts. Even heel snel checken. Oh, er staat niemand, man. Nee, je kan naar binnen. Nee, één moment. Wel. Het tabakotiek, jongens. En daar staat één iemand bij de balie. Nou, wat trieste bedoeling, hè. Sta je in de regen. Check. Check dit. Kijk. Hier, kijk dan, Tunnekings. Wat zei je? Tunnekings. Tunnekings worden echt massaal gepromoot. Ziek, man. Kijk, deze zijn leuk. Oh ja, die nitraatcake, man. 16 shots. Kijk hier, 3 voor 6 euro. Bizar. Ja. Talentje. Wel mooi, man. Even dikke... Zo, die pijlen hebben we ook gehad, hè? Ja, man. Die Scream Rockets. Jammer dat pijlen bij ons niet mogen, man. Nee, hey, kijk dan, ze verkopen hier dat pijlen... Dat Kat 1 pakket, man. Hier, kijk eens hier. Een bekend spul. Kijk, hier zijn de knallers. Dumbum. Kijk, ik heb hier ook een kleine Kat 1 pakket gehad. Ja? Kijk. Hey, maar wel verleidelijk om wat mee te nemen hier, hè? Om, ja, verleidelijk om nitraat en zo mee te nemen. Tunnekings, ik zei het al, jongens. Tunnekings worden echt massaal aangeboden, natuurlijk. Wat hebben we hier nog? Babypijltjes. Nou, die hebben we niet nodig, want we hebben dit jaar natuurlijk de Funke luchthuilers. Die gewoon minstens even goed zijn, hè, eerlijk? Ja, man. Die zijn een stuk beter, man. Ja. Wel een mooi sfeertje, man. Mooie pijlen. Het is heel wat anders, dit. Even al die pijlen filmen. Belgische politie, jongens. Ongelooflijk. Jullie zagen net trouwens ook die politie langs hier zo rijden, kijk. Want hier is natuurlijk het tabakotiek. En we stonden daar en ineens Belgische politie. Nou, schijnt dat wel vaker te gebeuren, maar ik heb het nog nooit gezien, man. Jij? Ik heb ze hier nog niet echt veel gezien, nee. Nee, behalve, oh ja, vorig jaar trouwens. Maar op zich is het niet zo heel gek, want het is ook België waar we lopen, ja, dus. Ja, oké, maar wat doen we, weet je? Op de coronamaatregelen handhaven natuurlijk. Want mondkapjes zijn dus verplicht bij die winkels. Oh. We gaan nu weer richting de auto. En dan
zien jullie dus zo meteen weer. Maar we hebben dus ook kat 1 van de Aldi gehaald. Na een tip. Die video hebben jullie ook al kunnen zien waarschijnlijk. Maar echt bizar voor woorden, want dat we hier zelfs kat 1 hebben geshot. Ja. We zijn nog steeds in Baarle. Dat ga ik jullie zo laten zien. Maar wij kregen dus de tip van iemand die hier in Baarle is. Nee, kijk maar. Ja, ik laat dat zo even zien. Als bewijs. We kregen dus de tip van iemand. Er zit hier om de hoek een Aldi. En waarschijnlijk hebben ze een net levering gehad. Ik zou even kijken. Nou, kijk eens. Hier een tas, Jordi. Dus, we rijden weer richting de snackbar. Maar tot op heden nog geen controle. Iets. Ik vind het wel jammer, want ik had het wel een keer willen zien eigenlijk. Ja, nou ja, ik dacht wel toen ik dat busje zag van die Belgische politie. Dacht ik van wow. Ziek. Misschien schrijven die kentekens op of iets, weet je. Maar we hebben dus ook wat we wel kunnen laten zien. En dat gaan jullie straks op... Eigenlijk hier wat kat 1 liggen allemaal. Ja, we hebben ook kat 1 gehaald. Check deze, de Colorconics. En ik hoop dat jullie deze ook hebben kunnen bemachtigen. Ja. Dat is een klein shot van de dingen van de Aldi. Ja jongens, we zijn weer heel dichtbij. We hebben geen controle gezien op de snelweg. Echt totaal niks, hè? Geen enkele politieauto of iets. Ik had het toch wel verwacht. Ik zag ook laatst in de media over dat je dan een negatieve coronatest moet laten zien. Wil je naar België kunnen? Nou, het blijkt dus allemaal onzin te zijn. We gaan zo wel even stoken. Dus blijf wel even kijken, jongens. Want we gaan wel even wat testen van die Colorconics. En misschien wat meer. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. En dan zien jullie ons zo op locatie. Zoals jullie kunnen zien, hebben we de Colorconics ook gehaald. Daarnet. Eerst even eentje om te testen. Dit zijn zo goede fonteinen namelijk. Categorie 1, jongens. Dat is een goed man. En die doet het niet. Echt perfect. Oh, toch wel. Volgens mij hetzelfde als de Aldi. Halve weigeraar. Hey, opgelicht, man. Ja. Ik heb een beetje trek. Hey, eerlijk. Goeie, hè? Hij begint lijkt je net zo niks. Wat zei je? Hij begint lijkt je net dat het niks is, maar... Nee, maar die Colorconics zijn echt een van de betere. Gelukkig hebben ze dus nog last binnen in onze collectie zitten. Ja, jij doet echt 3 tegelijk? Ja joh, fuck it man. Is toch leuk? Ja, dat was niet genoeg man, wat je deed. Ja, alle 3. Ja, zo, schoot even een lontje weg. Huh? Oh, eentje. Echt ziek, hè? Zo, dat gaat het weer. Nee. Zo. Ja, dat is zonder even dan. Nee, maar ze zijn goed, hè? Ja, man. Waar is die crackling dan? Ja, dit was wel een mindere crackling inderdaad. Ja jongens, dat was weer de video voor vandaag. We hebben leuke dingen geshopt. Ik hoop dat jullie ook genoeg voldoende hebben kunnen halen. Laat het even weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.